Goedemorgen, we zitten even bij burgemeester Erik Broeks van Mortsel. Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen. Jullie zijn nu al halfweg met jullie ploeg. En we kijken er eens even op terug en ook vooruit. Wat zijn de belangrijkste realisaties van jullie ploeg? Ja, realisaties. Bij realisaties denken mensen natuurlijk aan dingen die ze zien veranderen in het stadsbeeld. Hè. Gebouwen, straten. Hè. Natuurlijk, er gebeurt in zo'n bedrijf als een stad Mortsel veel meer dan wat je eigenlijk echt ziet. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt door onze medewerkers om alles wat we willen bereiken toch wel te realiseren. Maar de dingen die je echt zijn veranderd de laatste 3 jaar, wat straten betreft, krijg je dan bijvoorbeeld toch wel de Fortstraat, dat een heel mooi project is. Hè. Met het wegwerken van de loodsen, het creëren van de open ruimte, het groen eigenlijk dichter naar de mensen brengen. En daar zijn we toch eigenlijk wel heel fier op die Fortstraat. Ook de Krijgsbaan, mogen we niet vergeten, die werden ook wel van gevel tot gevel heraangelegd. Heel het stuk tussen de kruispunt, het grote kruispunt van de afgebroken brug, hè, richting Borsbeek is heraangelegd. En we hopen, dat zal niet deze legislatuur zijn, maar hopelijk volgende legislatuur, dat wij Vlaanderen het gewest kunnen overtuigen om een stuk van de Vredebaan te realiseren op dezelfde manier. Dat zou mooi zijn. Hè. Ook in de Minervawijk hebben we hard geïnvesteerd. Ja. U weet, Minervawijk is een wijk met heel wat problemen, want wateroverlast bij hevige regenbuien. We hebben daar het rioleringsstelsel aangepast en ook de Minervastraat zelf en het Elzenpleintje aangelegd. Op een bijzondere manier, heel veel waterdoorlaatbare klinkers, een gracht gecreëerd om het overtollige water weg te krijgen. En gelukkig, tot nu toe, lijkt de wateroverlast onder controle. En dat is ook wel een grote investering geweest, wat we ook al jaren hebben uitgesteld, omdat we niet goed wisten, wij, dat bedoel ik de technici, hoe dat we het waterproblematiek daar konden oplossen. En daar zijn we wel eigenlijk ook wel blij mee, dat voor die mensen toch wel een oplossing heeft geboden. Hè. Voor de rest merk je toch wel in de verkeermobiliteit dat we een aantal dingen gedaan hebben. We hebben onlangs 30 fietsstraden aangeduid. Dat zijn er heel veel. Dat is eigenlijk een beetje een project dat wel zal verder uitgerold worden. Het begrip fietsstraat is nog niet bekend bij de meeste mensen. Ook de verkeersregels niet. Dat moet nog wat groeien. Maar dat we in Mortsel voorrang willen geven aan de fiets is duidelijk. En dat zou ook wel een stukje van de problematiek van de mobiliteit toch wel moeten oplossen. Hè. Naast fietsstraten hebben we ook nog niet zo heel lang geleden natuurlijk de Amadeus Stokmanslijn aangepakt als fietsostrade met een aantal voordelen voor de fietsers, hè, van de duizenden fietsers die er passeren, maar ook wel natuurlijk een kritische nood van andere straten die natuurlijk openbaar vervoer door hun straat krijgen. Ja, die een bus niet graag door hun straat aankomen. Voilà. Ja. Maar daar zijn we ook aan het werken en we gaan dat proberen bij te sturen. Maar uiteindelijk, het is ook een proefproject, maar uiteindelijk na het proefproject moeten we knopen doorhakken dan, om de balans terug te vinden. Buiten straten, fietsstraten, hebben we ook heel wat voetpaden aangelegd in wijken. Er zijn nog heel veel slechte voetpaden. Ja. Heel veel, ik zal dat een beetje minimaliseren. Er zijn nog veel slechte voetpaden in Mortsel. En dat is een problematiek die we toch ook wel willen bijhalen, inhalen, door meer budgetten vrij te maken de komende 3 jaar, om daar toch nog een inhaalbeweging te doen. We hebben in de Eerdegemse straat toch een fietspad en voetpad aangelegd. Mensen vergeten heel snel de dingen. Hè. Maar ook in de Rode Veldlaan, de Lode Vissenlakenstraat, Cornelis de Herstraat enzovoort. Ja. Er zijn wel wat honderden meters nieuwe voetpaden aangelegd. Voor de rest hebben we ook terug, op sociaal vlak hebben we ook terug een buurtrestaurant geopend, de Populier, naast de Populier eigenlijk is opnieuw geopend. In coronatijd, een moeilijke opstart, maar het begint wel te groeien. En dat is ook wel belangrijk dat we daar de mensen van die wijk kunnen betrekken, ook een dak kunnen geven, een ontmoetingsplek kunnen geven, maar ook gezonde en betaalbare warme maaltijden. Hè. En voor de rest hebben we toch opnieuw blijven investeren in propere straten. En
We zijn van oordeel dat de straten toch langzaam meer en meer properder worden. Door de inzet van onze eigen mensen, maar ook wel door die buurtboenders. Ja. En het initiatief van de opstart van buurtboenders is toch wel een groot succes. En die groeien nog altijd aan. En we zijn eigenlijk heel dankbaar dat vrijwilligers toch wel ook hun straatje willen proper houden. En ik merk toch wel dat dat in de meeste gevallen wel oké is. Buiten het sluikstortproblematiek. Maar sluikstort is ook wel in specifieke plekken, ja, specifieke wijken. En daar treden we ook wel hard op. En we schrijven heel graag, als we ze kunnen pakken, grote gasboetes uit. Ja, dat weten we, want wij zien dat ook wel. Is het ook geen idee van ooit op termijn er bijvoorbeeld camera's te zetten? Ja, is daar al over nagedacht? Ja, we hebben, er staan al camera's. Hè. We eens gaan kijken. Een beetje, ze worden duidelijk weergegeven, want je moet dat duidelijk weergeven, dat er wordt gefilmd. Maar de camera's staan wel verborgen opgesteld, maar volgens de juiste reglementering. Ja. En via camera's nemen we ook wel wat sluikstorters bij de nek. Hè. Dat klopt, ja. En we gaan nog in de toekomst nog meer camera's moeten plaatsen. Spijtig genoeg. Ja. Want eigenlijk is dat een spijtige investering. Maar met de middelen van die camera's kan je wel veel andere en leukere dingen doen. Ja, tuurlijk. Het is jammer dat we eigenlijk moeten inzetten en geld moeten uitgeven voor zulke dingen die zo evident zijn dat je je huisvuil niet op straat gooit. Maar toch moeten we het doen. En dat is spijtig. Ja. Wat we ook de laatste jaren hebben gedaan, is natuurlijk het coronaverhaal. Hè. Ja. En wij zijn in Mortsel, of Mortsel is eigenlijk de penhoudende overheid, zo noemt dat. Wij zijn eigenlijk verantwoordelijk, samen met de andere buurgemeenten binnen Elzora, zijn wij de trekker en de verantwoordelijke eigenlijk voor het verhaal van het vaccinatiecentrum in Lint. Ja. En dat is ongelooflijk veel werk geweest. En dat zie je dus niet. Hè? Nee, ja. Want iedereen was enthousiast over Lint. Iedereen ging er graag naartoe. En dat doet ons wel veel plezier. Maar de inzet vanuit de stad Mortsel, ook van de andere gemeenten, maar vooral de trekkersrol, is toch enorm geweest. En nog altijd. Hè? Ja, ja. Spijtig genoeg zijn we er nog altijd niet door. Hè? Dus Lint is ook wel de laatste 2 jaar... Hè? Twee derde van de termijn heeft het toch wel een rol gespeeld. Eigenlijk heel het corona-verhaal. Hè? Ja. Ja, ja, jullie zijn alleen eigenlijk wel een beetje slecht vertrokken met dan corona dat erop kwam. En dan dat eigenlijk op alle niveaus, hè? Zowel het federale, hè? Het federale niveau, het Vlaams niveau, als ook het provinciale. Hè? De gouverneur met haar rol en ook wij als lokaal bestuur. Ja, dat is ongelooflijk hoeveel energie, maar ook hoeveel positieve dingen die je krijgt, maar ook hoeveel kritiek dat je krijgt. Hè. Dat is een heel moeilijk verhaal, het coronaverhaal. Ja, hè. Ja, ja, ja. En toch wil ik er misschien ook eens gebruik van maken om de mensen in de zorg en in het onderwijs toch wel te bedanken. Hè. Meerminnenhof, maar ook in de andere woonzorgcentra te bedanken voor hun inzet. Toch immens geweest. En ook de mensen in alle scholen tot vandaag toe. Het is toch allemaal niet evident. Ja. En eigenlijk zijn we toch wel een beetje fier op dat we toch proberen alles open te houden en in orde te brengen. Ja. Het coronaverhaal, ja. Zijn er nog veel besmettingen? In ja, zoals zeker met de laatste variant. Die pieken zijn ongelooflijk. Mm. Wij hebben regelmatig overleg met een crisiscel. Eigenlijk heel regelmatig. En dan zien we de statistieken en de grafieken. Ja. Mm. En in het begin hadden we het altijd over kleine heuveltjes. Hè. Dat we afwandelden, ja. De grafieken. Ja. Maar nu zitten we toch echt wel in het hooggebergte, hoor. In, zelfs richting Kilimanjaro zijn we ontgaan. Gelukkig zijn de mensen met de laatste variant niet al te ziek. Nee. En valt de opname in de ziekenhuizen en in de intensieve mee. Maar de besmettingen zijn ongelooflijk. Ja. Ja, als je in je buurt kijkt, iedereen kent wel mensen die vandaag eigenlijk prijs hebben. Hè. Dus En welk project verliep niet zoals verwacht en welk wel zoals verwacht? Kunt je daar wat meer toelichting over geven? Zoals ik zei, corona heeft natuurlijk wel wat vertraagd. Hè? Heel veel dingen. Hè? Maar er zijn 2 grote projecten, zichtbare projecten, denk ik, voor de mensen die niet verliepen zoals verwacht. Dat is het fort. Daar hebben we het Rudwi, hè? De kern van het fort. Dat zit in een renovatieproject. Meer jaren. Renovatie.
Maar eigenlijk hebben we al meer dan een jaar verloren door de problematiek van het dak. Hè. Ja. Dus jullie weten misschien nog dat we alles hebben afgehaald van het dak. Zoals dat je een huis koopt, begin bij het dak te vernieuwen. Dus alle bomen, alle grond weg. De dakbedekking weg tot op de pure baksteen. En dan heeft men dat terug eigenlijk gekoot met een aantal lagen om het waterdicht te maken. En dat is eigenlijk niet gelukt. En ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en zijn alle experts, gerechtelijke experts, bezig met alle mogelijke advocaten om, te zoeken wat is de oorzaak en wie en is verantwoordelijk en wie gaat eigenlijk dit probleem oplossen en betalen. En dat duurt eigenlijk veel te lang naar mijn zin, want ondertussen kan je met die fasering niet verder en krijgen we ook wel problemen. Of zouden we problemen kunnen krijgen met de financiering van die volgende fases? Want dat is eigenlijk allemaal termijngebonden. Ja, ja. Dus het wie is een groot probleem. Mm-hmm. Nu, we hebben afgesproken dat we toch wel dit jaar gaan verder werken. Daarom niet aan het wie, maar wel aan de omgeving, aan het voorplein. Hè. De parking aan de krijgsbaan en ook de wandelwegen van het fort. Mm-hmm. En er zijn een aantal dingen die we dan wel kunnen opstarten. Tweede probleem... dat niet loopt zoals verwacht, is het stadhuis. Hè. Ja. Mensen weten dat, merken dat. We hebben ook al erover gecommuniceerd. Ze zijn nu hard aan het werken binnen. Hè. Je ziet het nog niet, maar er zit er wel... We horen het wel, maar als je er voorbij wandelt, hebben we het wel gehoord. Ja. En je ziet, en daar ben ik heel blij voor, dat er terug een flinke ploeg aan het werken is. De oorzaak van de vertraging was in eerste instantie, in de eerste ronde, het gebrek aan interesse van aannemers. Mm-hmm. Omdat, zoals u weet, de bouw heeft het ongelooflijk druk. Dus we hadden heel weinig inschrijvingen en de prijs was buiten alle proporties. Mm-hmm. Dus hebben we gezegd, dat gaan we niet toewijzen en gaan we ook niet betalen. We hebben een aantal aanpassingen aan de plannen gedaan en dan moet de procedure helemaal opnieuw beginnen en dat duurt maanden. Mm-hmm. Volgens de regeltjes zoals het hoort. En dan hebben wij opnieuw prijs gevraagd en hebben wij gelukkig iemand kunnen toewijzen. Ook aan een prijs die te hoog is, omwille van corona. Ja, want u weet, als u vandaag een plankje gaat kopen, je doet het zelf zaak, betaal je meer dan een jaar geleden. En op zo'n bouwproject telt dat wel door. Dus eigenlijk zijn we niet gelukkig met de prijszetting, maar wel gelukkig dat we een goede aannemer gevonden hebben die alles gaat doen vanaf nu tot het einde. En wij hopen tegen de lente van 23 toch wel te kunnen openen. Oké. Okay. En dan hebben we alles onder één dak. Hè. Ja. Bibliotheek, de provolente feestzaal, hè. Eindelijk een grote feestzaal, vergaderzalen, raadzalen en alles van administratie onder één dak. En een café, een stadscafé. Ja, het is, het is wat ingewikkeld nu, dus alles komt daar wel werkelijk alles onder één dak. Ja. Alles onder één dak. Ja. Alle diensten onder één dak. Mm-hmm. Dat is eigenlijk nog maar een dik jaar. Dus er zal nog veel mogen in gewerkt worden voor dat tegen 23 dat klaar te krijgen. Eerst dat een aannemer, een groot bedrijf, groot aannemersbedrijf van start gaat, houdt wel vooruit. Ja. En op een jaar kan je wel wat doen. Dus lente 2023 hopen wij jullie terug te mogen ontvangen. Oké. Wat staat er nog op het lijstje van dingen die zeker moeten gebeuren de komende 3 jaar? Kan je daar wat meer toelichting over geven? Ja, we hebben natuurlijk... We zijn halfweg, ons verlanglijstje is nog groot. Hè? Ja. En zo hoort dat. Je moet toch wel wat ambitie hebben en de dingen aanpakken. Zoals ik zei, de volgende renovatie, fasering van het Fort 4, hè, dat wordt verder uitgerold. Dat is toch wel een bijzonder groot project, hoor, want dat zie je niet. Nee. Maar we zijn heel dankbaar dat de Vlaamse overheid daarmee... geld op tafel ligt, want zelf zouden we dat kunnen betalen. We krijgen in dit jaar wordt er gestart op de herbaan met een nieuw technisch centrum. Hè, dus de werf, hè, zoals wij dat noemen. Hè. De nieuwe werf, nieuw technisch centrum op de herbaan, naast het recyclagepark. Als dat gerealiseerd is, kunnen we beginnen aan de Benedictusstraat. Hè. Dus de Benedictusstraat zal waarschijnlijk in 23 van start gaan. Hè. Dus eerst... De werf, nieuwe werf in Herbaan, de verhuis, hè, een stukje afbraak. Dus wij hopen in de loop van 23 ook te kunnen starten met de Benedictusstraat, waar eigenlijk een nieuwe, een kleine woonwijk komt, maar ook toch wel een groot ruimte wordt vrijgehouden voor een buurtpark.
Dus het wordt toch wel een bijzondere mooie site daar, in het hart van het Morseldorp. We gaan blijven investeren in sociale woningen. Er is altijd heel veel nood aan in betaalbare huurwoningen. Via SVK, maar ook via de ideale woning. Hè. Het verhaal van het Lepelhof. Hopelijk wordt dat gerealiseerd, niet door ons, maar door de ideale woning. En wij kijken uit naar de plannen van de ideale woning voor het Lepelhof. Die plannen die zijn nog altijd bezig? Of is dat concreet? Want dat is ook al iets dat jaren aansleept. Ja. Ik denk dat het... als ik me niet vergis, 8 of 9 jaar geleden... 9 jaar geleden eigenlijk... het licht is uitgegaan in het Lepelhof. Hè. Dat is eigenlijk schandalig. Maar nogmaals, wij hebben er eigenlijk geen impact in. De eigenaar is de ideale woning. Het zijn zij die moeten afbreken en nieuwbouw moeten realiseren. Hè. En als de eigenaar niet start, dan kunnen we er weinig tegen doen. Alleen wat druk uitoefenen. Ja. Hè. Dan krijg je het verhaal van het stadsterras. Dat is eigenlijk de zone tussen de Edegemstraat, Mechelse Steenweg, hè, achter Lutgardis, de oude god, aan de parkschool. Dat wordt ook in 2022 eindelijk opgestart. Dus de mensen in de buurt hebben daar ook al een informatiefolder van gekregen. Dus dat gaat ook wel van start gaan. Ook gefaseerd. Hè. We beginnen met aan de kant van de Mechelse Steenweg. Met het graven van de parking onder de grond. Zowel openbare parking als private parking. En dan komt er ook nog een school voor volwassen onderwijs. Dat zijn de dingen die eerst gebeuren. En dan schuiven we door richting Edegemstraat. Dus het wordt ook een grote bouwwerf, maar het wordt ook wel een mooie nieuwe stadsontwikkeling, waar we hopelijk toch wel mogen op vier zijn in de toekomst. Ook in het hart van de stad, wat ook wel een nieuwe dynamiek mag geven aan het centrum van Morsel. Zeg, de gevel van Sint-Benedictus, wordt die behouden? Of van Lutgardus bedoel je? Van Sint-Lutgardus, ja. Ja, ja, dus het Sint-Lutgardus gebouw blijft behouden zoals het er vandaag uitziet. Zeker de gevel, maar ook wel elementen binnen behouden, de hal enzovoort. Ja, ja. En het worden eigenlijk, achter de gevel komen er allemaal appartementen, maar het uitzicht blijft wel hetzelfde. Ja. Het wordt ook helemaal gerenoveerd, het dak wordt gerenoveerd, ramen, het wordt een heel nieuw verhaal, maar het blijft wel hetzelfde. Ja. Dan staan er twee straten liever nog op het programma om te realiseren. Dat is de Tommeltlaan. Daar hebben we al een paar keer overleg gehad met de buurtbewoners. En daar raken we wel uit. Dat zou dit jaar moeten van start gaan. Dan krijgen we nog een heel lange straat, maar ook een heel slechte straat. Die we gaan totaal vernieuwen, van gevel tot gevel. Met riolering, alles op alles aan. Dat is de Edmond Jeffrielaan. Wat ook een moeilijke straat is. Wat bomen betreft. Ja. En dat leidt altijd tot discussies, hè? Voor- en tegenstanders. En dat is heel moeilijk. Maar we hebben het er juist ook al over gehad. Dat is natuurlijk ook het problematiek van de voetpaden. Hè? Het zijn die wortels die eigenlijk telkens opnieuw de voetpaden naar boven duwt. Dat is zo, hè? Allee, Morsel, de wijken in Morsel zijn groene wijken. Zijn ook allemaal gecreëerd in de jaren 60, 70. Ja. Die bomen zijn dus ook allemaal die leeftijd, hè, in bepaalde wijken en zijn grote bomen. Ja. Maar ja, ze zorgen wel voor ook negatieve gevolgen. Ja. En dat zijn onder andere de voetpaden, maar ook de wortels in de riolering. En ja, mensen willen die bomen behouden, anderen willen die bomen weg. Dat is een eeuwige discussie. Maar dat is dan de politiek om te beslissen. En we gaan dat ook moeten doen. Ja. Tommeltlaan en Edmond Jeffrielaan, wat we ook niet mogen vergeten, is eigenlijk de herhaling van de Mechelse Steenweg. Ja, het gaat ook in, het zou toch in 2022, hoop ik, van start moeten gaan. We hebben dat ook niet in de hand, dat is eigenlijk door het gewest, de gewestweg. En dat duurt ook allemaal veel te lang naar mijn zin, maar het gaat lukken. En dat betekent een herhaling van gevel tot gevel. Van de Mechelse Steenweg, vanaf het gemeenteplein, hè, tot aan de Lustovenlaan, Floralaan, die grens. Dat is de eerste fase. Dat is allemaal en waarom stopt dat daar? Omdat dat wordt gefinancierd met middelen van Vlaanderen binnen het project van schoolomgeving. En er zijn drie scholen, het volwassen onderwijs. Hè. Je hebt dan Lutgardis, je hebt de parkschool.
En dus daarmee dat dat kan. En wordt ook gefinancierd door Vlaanderen. En dat zijn ook wel serieuze ingrepen. En de bedoeling is, hopelijk, volgende legislatuur, met dezelfde vorm van subsidiëring, het tweede deel tot aan dat te nemen. Ja. Op dezelfde manier verder uit te rollen. We hadden dat graag in één geheel gehad, maar de spelregels voor de financiering en de subsidiëring liet dat niet toe. We hebben nog een poging gedaan, maar de regels zijn er voor iedereen, spijtig genoeg ook voor ons. Maar het was natuurlijk wel mooi geweest, hadden we dat helemaal tot aan de Molenstraat, Molenlijn kunnen realiseren. Maar dat zal niet lukken. Dus dat zijn... Ja, nog serieus wat werken? Ja. Die deze al beginnen. Dat zal 2023 zijn. Dat is een serieus werk. Ja. Nou. Dus de ambities zijn groot. Hè? Ja. En we gaan ook op vlak van milieu, natuur, gaan we ook wel wat investeren in de site van het sportlandschap, de Fortloop. Ja. Er wordt heel wat groen bij geplaatst. Daar willen we toch wel een meer bomen planten. En het iets meer natuurlijker maken, iets minder saai maken dan vandaag. Dat wordt ook nog in 2022 aangeplant. Ja, want dat is een mooie omgeving daar, ja, he, het sportlandschap. Een beetje te weinig gekend door de Mortelaar. Ja. Want eigenlijk kan je er wel mooi wandelen. En kan je wel die fortloop volgen richting Borsbeek, het fort van Borsbeek. We gaan dat iets meer groener maken, iets aantrekkelijker maken. Mm-hmm. En dan het baseballterrein, vlakbij. Dat is in opbouw en dat zal dit jaar ook wel volledig worden afgewerkt. En dan, samen met de padelvelden die we gerealiseerd hebben, dan zijn we wat infrastructuur voor de sport wel rond. Ja, inderdaad, want dat is echt wel een heel sportcomplex daar. Ja. Ja. En dan betekent dat eigenlijk de overkant van de krijgsbaan, de vroegere sportterreinen, dat we die eigenlijk allemaal kunnen vrijgeven. Mm-hmm. Want dat zijn gronden die niet van ons zijn. Okay. Wij huurden eigenlijk aan hoge prijzen de laatste jaren van die gronden van de luchthaven en van het gewest. Mm-hmm. En dat is onder andere de reden waarom we die overstap hebben gemaakt, omdat die huurlast te zwaar werd. En hebben we dat zelf gerealiseerd. Mm-hmm. Goed, nu dat we over al die kosten bezig zijn, hoe zwaar zijn er financiële problemen? Is de stadskas gezond momenteel nog? Want zoals ik hoorde, zijn er heel veel kosten hangende. Ja, natuurlijk, alles wat ik nu vertel is natuurlijk wel binnen het bestuursakkoord geschreven. En dat bestuursakkoord wordt ook wel berekend door onze diensten op lange termijn. En veel dingen die ik heb aangehaald zijn natuurlijk investeringen. En dat is zoals dat je thuis hebt. Als je grote investeringen hebt, dan kan je geld lenen. En dan schrijf je, dan betaal je die lening af. Dat doen wij ook. Ja. Het geluk is, net zoals voor de gewone burger, ook voor ons de leningslasten heel laag zijn. Ja. Ja. Alleen, wat je leent, moet je ook terugbetalen. Ja. Sommige mensen vergeten dat, maar dat is zo. En dat gaat wel lukken. Dus wij hebben eigenlijk een gezonde begroting. Een lage, relatief lage schuld. Nog altijd. Alleen, we moeten wel oppassen. We kunnen niet... hadden we meer middelen, dan was mijn lijstje nog langer. Vooral wat voetpaden en straten betreft. Mm-hmm. Dus we moeten wel oppassen wat we doen. Ja. Ja. Maar het lukt. En we hebben de belastingen niet verhoogd. We hebben wel mensen hebben dat misschien wel opgemerkt op hun belastingbrief. We hebben wel een switch gedaan van belastingen. Maar uiteindelijk, voor de Mortelaar zelf, heeft dat weinig impact. De ene is een plus en de andere is een min. Maar in zijn totaliteit zijn de belastingen niet gestegen. En dat proberen we zo aan te houden tot deze legislatuur. En de vraag is, hoe lang kunnen we het volhouden? Ja. Want belastingen verhogen doet niemand graag. Langs de andere kant is ook een logisch gevolg. Want als je vandaag naar de winkel gaat, betaal je je karretje ook iets meer dan... Zeker. 6 jaar geleden of 3 jaar geleden. Zeker dus op een bepaald moment moet daar wel mee evolueren. Ja. Maar deze legislatuur zal de belastingen ongewijzigd blijven en dan gaan we mooi rondkomen. Goed, we hebben het er al over gehad. Hè. Hoe zwaar weegt het COVID in jullie beleid? Ja, COVID is eigenlijk in, zoals ik zeg, 3 jaar zijn we aan het beleid. Hè. En het COVID-verhaal is... Mm.
ja, twee derde van. Ja, ja. Dat weegt. Hè. Allee, dat weegt als een wij zijn een bedrijf zoals een ander bedrijf. Hè. Dat betekent dat wij ook wel honderden mensen hebben te werk gesteld. Als je dan eens kijkt naar het onderwijs en de politie erbij neemt, allee, wij stellen heel wat mensen te werk. En ja, wij zijn een groot bedrijf met alle gevolgen dat corona heeft, economisch gezien, speelt dat bij ons een rol. Hè. Ook het thuiswerken hè, speelt een rol. De zorg, onderwijs, problematiek. En maar ook wel de handhaving, de controle, het toepassen van de regels, het vertalen van de regels die de regering in overlegcomité's beslissen. Moeten wij vertalen naar het lokale bestuur en naar de Morselaar toe. Dus eigenlijk is dat wel intensief. Gelukkig heb ik een heel sterke ploeg, een coronacel, die dat eigenlijk allemaal opvolgt. En ja, heel nauw opvolgt en ook wel beslist en dingen uitrolt. Ook wel de mensen informeert, de burgers, maar ook de bedrijven, ook de horecazaken informeren. Ja. Ik denk dat we dat goed doen, maar het vraagt veel, veel energie. En die energie kan je dan insteken in andere projecten, ja, die veel leuker zijn en waar de mensen ook zitten op te wachten. Tuurlijk, dus jullie hebben ook minder contact, want heel veel van de stadsdiensten werken van thuis uit. Dat is ook wel een handicap, denk ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. De strenge maatregelen hè, werken veel mensen van thuis, dus het wordt moeilijk om te communiceren. Maar ook voor mij, hè, allee, ik denk voor alle politiekers, maar ook allee, voor alle mensen eigenlijk. Politiekers zijn gewoon mensen. Hè. Ja. Dus eigenlijk voor alle mensen, maar ook als burgemeester, wat ik mij het ergste, het meest jammer vind, is dat je eigenlijk geen contact meer hebt met je Morselaars. Ik zie bijna niet meer. Hè. Nee. Zij zien mij bijna niet meer. Nee. Omdat je natuurlijk niks meer mocht organiseren. En dat vind ik wel heel, heel jammer, want ja, eigenlijk zijn wij er voor de Morselaars. Wij willen luisteren, we willen bijsturen, we willen de dingen horen en voelen. En eigenlijk is dat wel een gemis. Ja. 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 Goed, dan hebben we nog een laatste vraagje. Al vele jaren zijn er ook vier gebouwen op de Statielijn waar dat vervuiling is vastgesteld. Ja. Ja. Dat blijft ook al veel jaren hangen. Hoe staat het daarmee? Ja, dat zijn natuurlijk zeer oude dossiers. Echt zeer oude dossiers. Mm-hmm. En daar is weinig vooruitgang in. Zichtbaar toch. Ja. Hè? Mm-hmm. Nu, dat dossier is in handen van OVAM. Hè? De Vlaamse afvalmaatschappij. Die dat eigenlijk volledig heeft overgenomen. En ook die panden heeft opgekocht. Dus dat is... Hè? En de vervuiling is een historische vervuiling. Mm-hmm. En de oorzaak van historische vervuiling was natuurlijk het feit dat er vroeger een droogkruis was, ja, hè, waar we allemaal graag naartoe gingen. Ja, Elektra, maar, ik weet het nog. Voilà, ja. Hè. Maar in die periode werd er niet zo nauw omgegaan, denk ik, met bepaalde dingen, waardoor die ondergrond eigenlijk volledig is vervuild en eigenlijk een pluim vormt. Een pluim in de zin dat begint aan de Statielijn, maar in de grond wordt dat breder en breder uitgewaaid. Richting spoorweg, een beetje bergaf. Hè? Dus ook richting Lindelij, richting Grotenhof, zo waait dat uit. Nu, de kern, de grootste kern is natuurlijk op de plek zelf waar het was en in de omgeving, en dat zijn dan die panden die leeg staan. En op, eindelijk is men eraan begonnen en gaat men eigenlijk heel die zaak erop kuisen. De wijze waarop dat gaat gebeuren is nog altijd niet echt duidelijk. Men probeert nog altijd die gebouwen te behouden en op die manier met gaten te boren en allerlei slimme systemen die gronden proper te maken. Maar het zou wel eens kunnen dat ook die gebouwen gaan verdwijnen, hè, en dat het volledig wordt afgegraven. Maar dat is een zaak voor OVAM en wij weten er eigenlijk relatief weinig van. En strikt genomen kunnen wij er ook niet over communiceren zonder groen licht van OVAM. Ja. En ja, dat gaat nog eventjes duren. En dat is natuurlijk een slecht, dat is een stukje leegstand bij Statielijn. Ja, meer dat kan ook vragen, want veel mensen weten misschien niet wat er juist allemaal achter het verhaal zit. Dus, Ja. Beste burgemeester, hartelijk dank voor deze uiteenzetting en mogen we jou en je ploeg van Morsel TV en Jadi Media een gezond en probleemloos jaar verder toewensen. Dank u vriendelijk. Ook voor jullie, hè. Vooral een gezond, stevig 2022. Ja.
Dank u wel. Veel plezier in jullie job. Dat doen wij altijd met veel plezier. Dat zal zo blijven. Dat weten we.